Wij meten hier de toestand van de vegetatie, zodat we goed in kaart kunnen brengen hoe het is met de verdroging van de vegetatie. De provincie Brabant heeft een project gestart om de droogte te monitoren op verschillende manieren. En een van de manieren is dus het gebruik maken van wat wij noemen flying sensors, wat in de volksmond ook wel drones genoemd wordt. Daarmee vliegen wij hier het gebied over op een metertje of 100. Met een bepaalde resolutie en maken dus foto's van dit gebied. Je wil gewoon weten hoe je vegetatie erbij staat. Wat je met je eigen ogen wat minder goed kan zien, maar met zo'n flying sensor met meer infrarood kan je precies zien wat de status van je vegetatie is. Doordat we op een hele grote, fijne schaal aan het kijken zijn, kan je nauwkeuriger zeggen waar het verdroogt en waar het niet verdroogt. En het tweede grote voordeel is dat we het op verschillende gebieden doen, dus dat je heel goed gebieden met elkaar kan vergelijken. Voor dit project gaan wij voor de provincie Noord-Brabant 3 gebieden overvliegen. Waar we nu zijn, de Campina, de Grote Peel en de Brabantse Wal. Dit onderzoek is belangrijk voor de provincie omdat wij de verdroging in Brabant in de gaten willen houden. En als dat met drones veel efficiënter en goedkoper kan dan met pijlbuizen, dan is dit de techniek van de toekomst. Als inderdaad blijkt dat dit de nieuwe manier van werken kan worden, dan wil ik het zoveel mogelijk uitrollen over heel Brabant. Zodat we af zijn van de pijlbuizensystematiek en toe kunnen naar een moderne manier van het in de gaten houden van verdroging. Dit is de meest ideale werkplek, helemaal geweldig in de zon. We moeten ook vliegen als er goed weer is, dus met dit vak zit je helemaal goed.